Onderwijs zal zich steeds moeten blijven vernieuwen, net als de samenleving waar we deel van uitmaken. Wat goed is, laten we zo, maar waar nodig zoeken we naar aanpassing en verbetering. Daarom ga ik met een paar leerlingen en leraren van AGOA Roermond op zoek naar een antwoord op de vraag: wie is de leraar van de 21ste eeuw? Iedereen kent de leraar die voor de klas staat en lesgeeft in een bepaald vak. Maar bij Agora zijn er ook coaches die de leerlingen helpen bij het zelfstandig kunnen leren. Maar wat willen de leerlingen eigenlijk? Willen ze een leraar of een coach? Ik vind eigenlijk wel dat een coach moet zijn. Een coach. Ik denk meer coaches. Hun voorkeur lijkt uit te gaan naar een coach. Yes! Maar hoe zien zij precies het verschil tussen een coach en een leraar? Ik vind het grootste verschil dat een leraar geeft antwoord op jouw vraag en een coach stelt de vraag aan jou en jij moet het antwoord zoeken. Ze zijn de rol een beetje omgedraaid. Ja, eigenlijk wel. Ja. Een leraar die geeft klassica les en aan iedereen tegelijkertijd en hij kijkt naar de groep. En een coach die geeft 1-op-1 coaching en die kijkt naar het individu op zich wat hij nodig heeft. Een coach, daar heb je een band mee en een leraar niet. En wat moet die band voor jou zijn met een coach? Zowel persoonlijk als qua school. Dus je moet het wel tegenwoordig meer gescheiden houden. Maar je kan ermee praten over hoe het thuis aan toe gaat en al die dingen. En met een leraar krijg je alleen één bepaald vak of alleen les. Ik denk dat een leraar in de kern bij zijn vakstof begint en die uitdraagt. Ja. En ik denk dat de coach zijn vakinhoudelijke kennis zo lang mogelijk verborgen houdt en de juiste vragen stelt, zodat kinderen zelf achter die vakinhoud komen. Ja. Als ik kijk even naar mijn eigen geschiedenis en mijn ervaring, dan denk ik dat een coach het maximale uit een leerling haalt, terwijl de leerling dat zelf wil. Dus de leerling is echt aan zet. En ik denk dat een coach dat met heel veel passie doet. En ik denk dat dat daarom breder gaat dan alleen een vakgebied. Dus ik denk dat dat het grootste verschil is. Maar het belangrijkste is dat het bijna, zeg maar, je vriend wordt. Omdat bij een coach krijg je tenminste de kans om er nog enigszins een band mee op te bouwen. Oké, dat is duidelijk. De coach bekijkt iedere leerling apart en zoekt samen naar wat zijn of haar interesses zijn en speelt daarop in. Bij de klassieke leraar heb je zelf weinig eigen keus. Je zit in de les en iedereen luistert naar hetzelfde verhaal. De coach laat vraagstukken open en nodigt de leerling uit om zelf op onderzoek uit te gaan, maar biedt daar wel ondersteuning bij. De leraar richt zich sneller op het inhoudelijke antwoord van het vraagstuk. Belangrijk is dat je met je coach een persoonlijk contact hebt. Het zou je vriend kunnen zijn. Leerlingen zien dus een verschil tussen de coach en de leraar. Maar wat zijn nu de sterke punten van een goede coach? Ik denk een goede coach die kan heel goed luisteren naar een leerling. Ik denk dat dat ook, wat ook verschil maakt tussen coach en docent, is dat als je een vak geeft en je ziet een leerling maar 2-3 uur per week, hoe goed ken je dan iemand? En een coach die ziet jou dag in, dag uit. Dus die kan ook heel veel dingen zien, die kan heel goed observeren, die moet de juiste vragen stellen. En om zo die leerling tot groei te laten komen. Ja, je moet wel makkelijk met de coach kunnen praten. Ik denk ook gewoon, coach moet eerlijk zijn en moet gewoon doelen stellen. En ook gewoon, ik denk wel, doelen die te behalen zijn, maar ook niet te makkelijk zijn. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Het is vooral, een coach ziet de groep als geheel, zeg maar. En ieder eigen individu past in die groep. Ieder individu moet ook los behandeld worden. En de groep moet wel, ja, alle individuen zijn zeg maar één groep. Ik denk de durf om erop te vertrouwen dat kinderen uiteindelijk leren. En dat betekent dat je vragen stelt. Als je merkt dat kinderen moeite beginnen te krijgen met die vragen te beantwoorden, dat je niet invult, maar de tijd geeft. Ja. En dat kan dagen zijn. En zouden alle coaches hetzelfde moeten zijn of zou er verschil in moeten zitten? Ik denk dat juist de kracht zit in verschillend zijn. Want jullie zijn ook allemaal verschillend. Een coach kan dus heel goed naar je luisteren en makkelijk praten. Het is heel belangrijk dat je coach echt eerlijk is. En omdat je je coach elke dag ziet en spreekt, krijg je een betere band.
coach moet ook de durf hebben om de leerlingen zelf te laten leren. De coach geeft ze de tijd wanneer leerlingen met een moeilijk vraagstuk zitten. We weten nu het verschil tussen leraar en coach en we weten de sterke punten van een coach. Maar hoe pakt een coach de begeleiding eigenlijk aan? Als jij coach was, hoe zou jij dan jouw coachleerlingen begeleiden? Mocht ik echt kinderen moeten begeleiden, dan denk ik dat ik ze vooral, zeg maar, een eigen ding laat doen, weet je wel. Het is, en dat is eigenlijk bij iedere coach wel. Je moet als coach zijn dan je leerlingen zoveel mogelijk vrij laten, omdat dan komen er zo weinig mogelijk irritaties. Leerling zelf laten kiezen welke kant dat hij op gaat. En dat hij dan tijd gaat steken in de dingen die voor hem moeten doen. En niet datgene waar je straks niks meer van herinnert. Ik zie hier verschillende stijlen met leerlingen. En soms, ja, soms laat ik iemand bewust zijn neus stoten omdat ik denk van daar leert hij heel erg mee. En een andere die moet ik gewoon wat langer moet ik tegen een handje nemen. En ik denk dat we daar recht doen aan wat een kind nodig heeft om te ervaren wie die zelf is en zijn eigen groei door te maken. Maar als je leerlingen op vrijdag dan gaan ze bijvoorbeeld op YouTube kijken en wat ga je daar dan tegen doen als coach? Nou, het is heel belangrijk dat je het op een gegeven moment ook los moet laten van zeggen van oké, nou gaat me er gewoon niemand druk om maken, want op een gegeven moment gaan zij ervan uit van er is altijd iemand die zegt dat ik aan het werk moet en dan ga ik wel aan het werk. En als je dat niet doet, dan krijgen ze op een gegeven moment zelf de verantwoording om te leren. Dus wat dat betreft moet je ze daar ook vrij in laten. En is het een andere challenge dan minder goed als je de coach zoveel vrijheid geeft? Moet hij juist op sommige vlakken juist touwtjes toch echt blijven aantrekken? Ik denk in de examens, als je daarnaar kijkt, dat het wel handig is als een coach af en toe wel aan de touwtjes trekt. Zodat je, want ja, het examen is toch wel, je moet gewoon aan een bepaalde norm voldoen om dat te halen. Dus ik denk wel, als je challenge daarop gericht is, dat je dan wel meer structuur. En heb je ook meer contact nu met je coach nu je richting je eindexamen aan het werken bent? Of is het juist een stuk minder omdat je juist extreem zelf aan het leren bent? Ik denk niet dat we meer of minder contact hebben. Ik denk alleen dat onze coachgesprekken nu meer over het examen gaan. En ook in die zin wat serieuzer zijn als eerder in het begin van het jaar. En ja, dat coachgesprek, vind je dat fijner dan zo'n 10 minuten gesprek als je op de basisschool had of echt? Is de coachgesprek fijner? Ja, ik vind het coachgesprek fijner. En waarom vind je dat dan fijner? Omdat je, zeg maar, 10 minuten gesprek was meestal ook met je ouders. En het coachgesprek heb je elke week en 10 minuten gesprek had je een paar keer per jaar of zo. En coachgesprek vind ik fijner, want dan zit je met de coach alleen en word je echt bijna niet gestoord en kun je gewoon rustig alle dingen bespreken. Ik vertrouw er echt blind op dat iedereen wil leren, dus leerlingen en kinderen en leerkrachten. En op het moment dat we bij iemand twijfelen, dan is dat ons probleem en niet van dat kind of van die leerkracht. Dus ik zie als je dat in grote zalen zegt, dan zegt iedereen, zie je zo altijd, maar mensen krikken, ja maar die. Nou ja, die hebben wij als onderwijs al verpest. Die heeft juist heel veel te goed van ons. Daar moeten we nog meer tijd aan besteden. Ja. En dat geldt voor kinderen, maar dat geldt ook voor collega's die al jaren zogenaamd niet bijgeschoold zijn. Die hebben wij verpest, die hebben wij in die situatie laten zitten. Dus er is niets mis met die anderen? Nee, helemaal niet. Ja. Helemaal niet. Wij organiseren dat klimaat zelf. Ja. En we kunnen dat ook samen veranderen. Ja. De meeste leerlingen zijn van mening dat de coach je zoveel mogelijk vrij moet laten. De coach laat de leerling zelf kiezen welke richting die op wil gaan. De coach vertrouwt er blind op dat de leerling ook echt wil leren. En misschien is het zelfs wel nodig dat de leerling af en toe zijn neus moet stoten, zodat hij kan leren van zijn fouten. Alleen bij het examen moet de coach aan de touwtjes trekken. Het is fijn om elke week een coachgesprek te hebben. Dat is veel waardevoller dan één keer per jaar een 10 minuten gesprek. En nu de conclusie. De coach moedigt de leerling aan om te leren op basis van de eigen interesse en kan er ook mooi op inspelen. Ook moet de coach de durf hebben om leerlingen zelfstandig te laten leren en geduldig te zijn wanneer ze met een moeilijk vraagstuk zitten. Omdat je je coach elke dag ziet en spreekt,
en je het ook over persoonlijke dingen hebt tijdens het coachgesprek, wordt de coach vanzelf je vriend. De coaches moeten ook verschillend zijn, want bij elke leerling past een andere coach. Dat zijn de redenen waarom de leerlingen van Agora hun leraar van de 21ste eeuw vooral zien als een persoonlijke coach. We willen aan het slot alle mensen bedanken die in deze video met ons hebben meegezocht naar het antwoord op de vraag: wie is de leraar van de 21ste eeuw? Ook willen we jullie bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Is er nog iets dat u nog aan dit gesprek zou willen toevoegen zelf? Nee, maar mijn complimenten voor de goede vragen die jullie stellen. Ja, complimenten voor de antwoorden. Graag gedaan.